voor dit concert hebben we onze eigen maestro's opgeleid. Ze hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de eerste beginselen van de directiekunsten onder de knie te krijgen. Voor de spiegel, in de auto met steeds dezelfde deuntjes. Goedenavond, Moergestel. Leuk dat jullie zijn gekomen naar de maestroavond, georganiseerd door muziekvereniging Prinses Juliana. Hier zijn Jan-Hein de Brouwer, Henny van Schoten, Wout Huiben, Judith van Dal Ketelaars en Hans Jansen. Voordat onze maestro's hun gang konden gaan, legde Jules van der Loo, dirigent van de harmonie, uit welke de grootste handicap was voor de kandidaten om te dirigeren. En dat was dus voor deze maestro's heel erg interessant, want wie van de maestro's kan noten lezen? En wie van deze maestro's, ja, de radio het al, kan er 15 noten tegelijk lezen? Dus dat wordt heel erg lastig en dat is heel erg leuk. We hebben dus met de maestro's gerepeteerd en dan betrap je jezelf op dat... Ja, goed, ik heb muziek gestudeerd en van kinds af aan, net als vele mensen hier in het orkest, is noten lezen eigenlijk heel vanzelfsprekend. Laten we dan maar gaan kijken wie de eerste maestro is van vanavond. Wij waren telkens aanwezig bij de verschillende repetities van onze maestro's en brachten de volgende beelden mee. Na een kleine correctie opent Jan-Hein zijn debuut met een mars. Schijnbaar geroutineerd zet hij het orkest in beweging. Dat is wel iets anders, Jan-Hein, als bier tappen, hè? Het valt achteraf toch wel een beetje tegen. We hebben nou een paar keer al bij elkaar gekomen en met de harmonie gerepeteerd en met de bekkersband erbij gerepeteerd. En dan, het is niet zomaar dan van, dat doe ik even. Er komt toch wel iets meer bij kijken. Want wat valt er dan met name tegen? Ja, je denkt, dirigeren, dat lijkt allemaal zo makkelijk om het zo maar te zeggen. Maar dat is toch niet... Er komt meer bij kijken dan alleen een beetje met mijn handen zwaaien. Het begin van het stuk was goed. Maar het einde was zelfs voor Jan-Hein een verrassing. Wij laten nu de diverse muziekstukken, die weliswaar sterk zijn ingekort, zien en horen van onze kandidaat-dirigenten. Als eerste het spits af te bijten. Maar ja, de kop is eraf en de anderen volgen en dan straks nog een keer als laatste. Matthias, wat vond jij er nou van? Wat wel grappig was, af en toe draai je de slag om. Je werkt met een tweekwartsmaat en af en toe, eigenlijk nou ja, de helft van het stuk ongeveer, was je één was op de twee en de twee op de één. Maar gelukkig, het orkest is kennelijk wel wat gewend. Dan gaan we het door naar de volgende maestro. Henny van Schoten, van Wie kent kunst? Alle begin is moeilijk. En hoe zet je in godsnaam zo'n orkest in beweging? En je kijkt zo van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar met wat hulp moet dat toch lukken? Nog een keer proberen dan. Je zou er haast buikpijn van krijgen. Bij de derde poging gaat het al een stuk beter. Alleen de maat houden, dat is nog een aandachtspuntje. Ja. Heb je al een paar keer gerepeteerd? Ik heb 2 keer met het orkest gerepeteerd. En ik moet zeggen, dat vind ik wel het fijnste. Omdat je dan veel beter begrijpt wat inzetten betekent en afslaan betekent. Wil dat zeggen dat je ook zonder orkest repeteert? Nee, ik heb wel de muziek op cd gevraagd, want voor mij is de muziek niet bekend. Dus ik moet meer gevoel krijgen met de muziek en ik vind het verschrikkelijk moeilijk.
complimenten ook voor de muziekvereniging, hoe dat ze het hebben aangepakt en hebben georganiseerd. Het enthousiasme wat ze uitstraalt is dat dat werkt zo aanstekelijk, ook op het hele orkest. Ze heeft het fantastisch gedaan en als superdirigente van weekendkunst hadden we niet anders verwacht. Een heel groot compliment, Henny, want je hebt het heel mooi gedaan. Henny, voordat je afgaat... Ik bedoel echt voordat je podium afgaat, hoor. Dan gaan we maar door naar de volgende maestro. Ja. En dat is Wout Huyben. Ben je klaar voor? Ik heb redelijk goed geoefend, ja. Van de dirigent begrepen dat jullie ook een klein beetje gecoacht zijn. Heeft het al geholpen? Ja, de basisdingen worden je goed uitgelegd en je wordt goed geholpen met het lezen van zo'n partituren, zoals dat zo mooi heet. Want ja, als ik dat ding voor ogen krijg, snap ik er niks van. Maar nee, die begeleiding is heel netjes. Ik heb zelfs al extra lessen genomen bij een bevriend iemand van een ander orkest die ik goed ken. En, die heeft mij geholpen om de andere melodielijnen te krijgen, maar ook om het snappen van de muziek. En die heeft me ook wat tips en tricks gegeven voor tijdens het optreden. Om de jury te kunnen te imponeren of te laten zien van die jongen die heeft goed gesnapt. Dus ik hoop dat die tips en tricks van die dirigent mij kunnen helpen tijdens het concert. Wat vond je ervan? Ja, het werk achter de strijkplank heeft zijn vruchten afgeworpen. Hè? Wij hebben natuurlijk als orkest ook gemerkt dat Wout ontzettend veel tijd en energie gestoken heeft in de voorbereiding. En dat was dan ook goed te merken. Het leuke was, de laatste repetitie die hij met ons volgde, zat hij echt ook gewoon in de partituur te bladeren. Zo van, ik weet precies waar ik ben. En toen we de herhaling gingen doen, ging hij echt precies ook terug. Dus het was echt heel leuk om te zien. Over Judith gesproken, zij is de volgende maestro. We gaan eens kijken wie Judith is. Judith, wij storen jou even bij jouw drukke werkzaamheden. Niet het aan het oefenen voor een maestro dus. Altijd, behalve nu. Ja. Heb je al veel geoefend? Jawel, stiekem wel. Tussendoor zo en muziek vaak geluisterd, want noten lezen is leuk, maar en dirigeren en noten lezen, dat gaat me echt niet lukken. Dus veel muziek luisteren en voor de spiegel. Was het moeilijk om ja te zeggen toen ze jou vroegen? Ik had wel even zoiets van, waarom wil je mij daarvoor hebben? Maar achteraf gezien ben ik wel blij dat ik het gedaan heb, want het is wel ontzettend leuk. Ja.
maar we zullen jou wel, hetgeen wat je geleerd hebt, dat zien we automatisch terug natuurlijk. Ik hoop het wel, want het orkest, daar moet je leiding aan geven. En die moeten toch wel een basis hebben waar ze mee verder kunnen. Maar de keren dat ik met de harmonie geoefend heb, dat ging goed. Ik vind het intensiever als een uur hardlopen, moet ik zeggen. Dat zal jou een worst wezen, want uiteindelijk heb je meer aan het jury-commentaar dus. Als het scherpe mes door een stuk vlees staat, ze daar lekker te dirigeren voor het orkest. En het zal denk ik aan de droge lucht liggen dat vooral de trompetten hier even wat probleempjes hadden om het... Maar Judith die keek ernaar en die vond het eigenlijk wel in zoverre prima van... Ze begon zelf een beetje mee te neurien en denkt van nou dan los ik die partijen zelf wel mee op. Nou, en de laatste maestro voor de pauze is Hans. Hans Klok? Maar het is toch een heel ander ding dan ik normaal doe. Ik probeer de gemeenteraad te dirigeren en dat is veel en veel makkelijker. Nou, dat wou ik net vragen, wat is nou het moeilijkste? Maar dan weten we dus al dan. Ja, dit is veel moeilijker. Ik heb met de repetitie wel begrepen dat de dames in één keer luisterden. Ja, thuis zeg je wel eens, nou even stil jongens. En hier zijn ze meteen stil. En als je zegt begin maar dat zeg ik thuis nooit, dan beginnen ze weer. De kerel die mij les geeft, die zegt natuurlijk van ik zie dat hier op papier staan en ik zie helemaal niks. Ik zie alleen maar gekke tekentjes. Ben je lang bezig geweest met het voorbereiden van het dirigeren? Moet ik eerlijk antwoorden? Nee. Maar de kern is natuurlijk wel, je moet weten hoe je begint en je moet weten wanneer het eindigt. En dan de indruk wekken dat je tussen die twee momenten alles in de hand hebt gehad. En dat is de kunst. Thank you.
dit deuntje dat doet hij nog feilloos over 40 jaar. Hij begon met het orkest aan te kijken en zo van, nou kom maar op. Dat gaan we hier eens even maken. En hij gaf de verschillende partijen prachtig aan. Op plaats werd hij eigenlijk een beetje boos op de paukenist. Zo'n klein manneke, dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Nee, hij heeft zijn best gedaan. Hans, wij hebben genoten. Je hebt het fantastisch gedaan, dankjewel. Bij die sabeldans, hè, Russische muziek van Katja Turian, geweldige muziek overigens. Als ik aan die muziek denk, dan denk ik zeg maar aan de Russische president die met ontbloot borst op een paard zit. Een beetje dat idee. Alleen wat je aangaf had meer een beetje My Little Pony effect. Dus het, zeg maar die schwung die ik op het einde zag, toen je begon te springen naar het einde toe. Dat miste ik een beetje in de rest van het stuk, maar dat einde heb je, daar heb je het helemaal goed mee gemaakt. Welkom terug. Voor de pauze hebben we mogen genieten van klassieke stukken en nu gaan we verder met pop. Ja, en deze keer komt er een band bij, de Bekkersband en een zangeres Marion de Haas. Ja, dat wordt een uitdaging voor de maestro's hoor. Who stood their ground. It's for Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own break. Gaat het nummer A Night Like This dirigeren. Oh, dat liedje heeft zo'n heerlijke vibe. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards. And you walked over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel. He is the ace, you never thought he'd play that much. And now it's more than all these cards you want to touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look upon the moon, you see the stars. And when you look around, you know the room by dream.
De volgende maestro, Hans, treedt op met het lied Zwart-Wit. In de stad, 's avonds laat, plotseling aan de overkant, zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, mes, steek, pijn. Denk goed na aan welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart. Ook hier was je volgens mij gefocust op de slotnoot. Die was perfect. Volgende keer moet je wel uitkijken, want je had bijna de zangeres gespiecht aan je baton. Dus voorzichtig daarmee. Ons het nummer brengen. 9 to 5. Ja, geef er een appel. Applaus. They let you dream just to watch him shatter. Just to step on the boss man's ladder. But you got dreams you'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all faking and no giving, they just use your mind and they'll never give you credit. Laatste liedje deze avond aangekomen, dat wordt gedirigeerd door een maestro. Ja. Jan Heijn, hij brengt voor ons het lied You're the Voice. We have the chance to turn the pages over. We can write what we want to write. We gotta make it. Before we're getting much older, who are someone's daughter, or someone's son? I know
We zijn bij het stemmen aangekomen. Ja, als het goed is hebben jullie allemaal een stembriefje en jullie taak is het invullen. Ja, en daarna door te geven naar het midden en ondertussen gaat de jury overleggen. Dus we kunnen denk ik bekend gaan maken wie Maestro gewonnen heeft dit jaar hier in Moergestel. Tromroffel. Precies, een mooie roffel, misschien een paukenroffel erbij of zo, dus die wordt het extra spannend. De winnaar van Maestro is geworden Wout. Maestro, een schot in de roos. Het was weer zo'n ouderwetse, gezellige Gijsselse avond. Hopelijk tot volgend jaar. Thank you.